Het ministerie van Volksgezondheid heeft gisteren in samenwerking met andere internationale gezondheidsorganisaties de Wangosontu Libi minibeurs en wandelloop georganiseerd. Deze werd gehouden op het terrein van Fort Zeelandia. Bezoekers konden bij de verschillende deelnemende VN-organisaties informatie krijgen over een gezonde leefstijl, terwijl bij een stand van het BOG personen zich mochten vaccineren. Er is ook stilgestaan bij de verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen, met name doel nummer 3, goede gezondheid en welzijn. Volgens minister Amara Madin van Volksgezondheid is deze dag gehouden in het kader van Wereldgezondheidsdag, dat is herdacht op 7 april jongstleden. Waar wij op 7 april de launch hebben gehad van de Open Air Gym te komen wijnen, vandaar dat die activiteit niet op 7 april is geweest. De Open Air Gym is een van de vele bewegingsinitiatieven die de PAHO en het ministerie van Volksgezondheid nastreven. Daar kunt u terecht om te gaan bewegen op uw tijd, op uw manier, in uw ruimte en nog wel gratis. Zoals u weet, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft elk jaar op 7 april de Wereldgezondheidsdag met een thema. En het thema van dit jaar is Our Planet, Our Health. En Our Planet, Our Health betekent niets anders dat we dit jaar niet alleen moeten gaan focussen op onze eigen gezondheid, maar ook gaan kijken hoe wij een bijdrage kunnen leveren om onze planeet, de aarde, gezond te houden. De 5 kilometer wandelloop stond eveneens in het teken van Wereldgezondheidsdag. Er is daarom niet alleen gelopen voor eigen gezondheid, maar ook voor die van de aarde en eigen omgeving. Dit is een van de belangrijkste zaken voor het ministerie, meent de bewindsman. En het ministerie van Volksgezondheid zal altijd en te alle tijden zich inzetten om met partners en ook binnen de regering te werken aan een schoon milieu, een goed klimaat, een gezond klimaat waarin wij gezond kunnen leven. Het heeft geen zin om bij wijze van spreken te bewegen, niet te roken, maar er wel slachtoffer te zijn van een natuurramp welke veroorzaakt is onder andere door menselijk falen. Nogmaals, de focus dit jaar is dus niet alleen de gezondheid, maar ook onze planeet. En we zijn hier met een aantal organisaties en ik ben trots op de organisatie. De PAHO, UNICEF, UNDP, UNFPA, ben eentje vergeten? BOG, ministerie van Volksgezondheid uiteraard. Dat wij hier vandaag deze mooie activiteit lanceren. Dit is een van de activiteiten, een van de mogelijkheden om met de samenleving te communiceren. Maar er komen nog meer. Minister Ramadin gaf verder aan dat BOG de volgende week begint met het inspecteren van de erven in woonbuurten. Het startsein zal op 23 mei in het resort Blauwgrond zijn. De bewindsman riep de samenleving op om de directe omgeving schoon te houden.